Hallo kijkers van Dynamo Games. We hebben een tweede aflevering van Mario & Sonic op de Olympische Spelen Londen 2012. We gaan eerst zwemmen, de 100 meter vrije slag doen. Daarna gaan we voetballen met mij, nu is Toon achter de controle. Dan gaan we 4 keer 100 meter doen, estafette weer met Toon. En dan ga ik weer schermen, ik wil die herkansing zien. Van de vorige keer. Oké, we gaan nu dus zwemmen, 100 meter vrije slag, met Mr. X. Daar hebben we hem. Oké. En naar het evenement. 100 meter vrije slag. Mr. X op baan 4. Mr. X. Ik hou de tijd er ook een beetje bij. Perfecte timing. Goed. Special. En daar komt de lijn van het record. En we zijn dus wat achter het record, maar de finish. Ja, we zijn de eerste. Verschil. En we zien u zo terug met voetbal. En daar zijn we weer met Dynamo Games. Nu mij achter de telefoon als cameraman. En Sjoerd achter de controller. Nu gaan we voetballen. 1 player. En natuurlijk komt onze eigen Mr. X in ons pro-team. Ja, daar staat hij. En dan pakken we nog allemaal hele goede spelers erbij. En we hebben nog zilver. Dus dit is ons team. Dit was ons team. En dan gaan we voetballen in het Millennium Stadium. En daar gaan we, aftrap, Sonic, aan de bal, en Peach pakt de bal af, en Metal Sonic scoort, 1-0 voor Team Metal Sonic. Krijgen we weer aftrap, Sonic, slechte bal op Donkey Kong, ja Donkey Kong is, oh een overtreding, krijgen we vrije trap, eenmansmuurtje. En hij heeft Sonic de bal. Shadow komt eraan sprinten. Nee, dat is niet aardig. Power shot! Oh! En Sonic kan die bal bijna afpakken. Dit is... Oh! Ja, penalty. We hebben een penalty! Goal Team Mr. X! 1-1! Handy cruising! Poef! Prachtig! Een hele mooie goal! Perfect genomen, mooi in een hoekje. En dat is altijd lastiger voor een keeper. En al heeft Mr. X powershot! Mr. X, zet hij hem in, ja! Goal Team Mr. X! 2-1! Niet normaal wat hij hard kan schieten. Prachtig geschoten. Oh, en dan hebben we Mr. X weer aan de bal. Nee. En dan moeten we oppassen, want Peach en Metal Sonic hebben een special shot. Sorry voor het wazig beeld daarnet. Prachtige bal. Sonic aan de bal. Yoshi pakt af. Sonic pakt weer af. Ja. Goal Team Mr. X. Sonic de doelpuntenmaker.
En het staat 3-1 voor ons. Niet normaal. Mr. X zet een tackle in, maar die mislukt. We hebben nog 30 seconden. En Peach een special shot en een goal. Goal Team Metal Sonic. En wij nemen de aftrap. Sonic aan de bal. Mr. X. Afgepakt door Peach. Donkey Kong schiet die bal naar Yoshi. Oh, sorry. Sorry. Sjoel drukt het verkeerde knopje in. Hoepla. Nou, wat doe ik? En zet hij het special shot in? Nee. Ja. Yes. Maar die gaat mis. Ik ben gewend dat de keeper zo meteen uitkomen, maar dat kan natuurlijk niet. Daar gaan we weer. Prachtig. Alleen die aanval mislukt. Extra tijd. Hoeveel gaan we erbij krijgen? Het staat 3-2. Oh. Overtreding. En dat is voor mij rood. Maar hier doen we niet met kaarten. En ik denk dat het zo is afgelopen de eerste helft. Boom, goal! Het is ook niet af. Weer in de kruising. Goal Team Mr. X. Ja, sorry, ik wil die commentator die bij de Spaanse competitie van Sport 1 het commentaar doet, wil ik even nadoen. En Sjoel, druk je weer op het verkeerde knopje. Nee. Oh, ja, het was rust. Shadow pakt de bal af. Mr. X. Nee. En al heeft dat meisje, die vriendin van Yoshi, zal ik maar zo even zeggen. Op Mario Bros. En Mr. X heeft power shot. Boom! Goal in de kruising. Goal Team Mr. X. 5-2. Met nog 1,5 minuut te gaan. Mr. X, prachtige breedte paas. Sonic moet die bal krijgen. Voor een special shot, maar dat lukt ze niet. Oh. En een overtreding. Peach valt over de middenlijn. Neemt ook zelf die vrije trap. En Sonic loopt op de rechterkant met power shot. Kap naar binnen, Nels Robben. Bam! Oh. Nou heeft die vriendin van Yoshi, zou ik maar weer zeggen. Sonic, zet hem maar voor als ik dacht. Of scoren. Maar Mr. X is er ook niet toe in staat. Shadow de bal. Shadow? Silver bedoel ik. Sorry, ik haal ze door elkaar. 30 seconden hebben we nog te spelen. Gaat het nog lukken? Slechte paas van Metal Sonic. En Mr. X komt door de verdediging. Scoort hier niet. En haalt Josje nog even flink neer. Even snelle tussenspraak, zou ik me even zeggen. We hebben geen rekening gehouden met de tijd. Dus er is dadelijk geen finale. Aangezien we nog twee dingen hebben. Die komt in de volgende aflevering. Ja, en we zijn nu in de extra tijd. En nu geef ik Sjoerd even het woord. Wat wou je zeggen, Sjoerd? Ja, dus we maken de volgende aflevering een
voor een voetbalaflevering met misschien 2 wedstrijden of 2 toernooien als we de tijd voor hebben. Maar daar hadden we nu niet de tijd voor, want we hebben eigenlijk nog 2 evenementen. Om precies te zijn de 4x100 estafetten en het scherm. Dus we hebben geen tijd, daar hebben we geen tijd mee gehouden. Misschien dat ik nog de 100 meter estafette doe, maar dat kost heel veel kilobyte. En de tijd is op. En dan is het dus geen tweede ronde dadelijk. Maar we hebben wel gewonnen. Dus dan zien we jullie zo terug. Maar dan met 4x100 estafette. En dan zijn we weer met de 4x100. Ik zei, we hebben geen rekening gehouden met het voetballen, maar dit laten we natuurlijk wel helemaal zien. Hierna komt nog het schermen. En we gaan verder. Ja, Mr. X natuurlijk. Ja, die staat in ieder geval in het pro-team. Hier wordt het pro-team samengesteld. Mr. X. Metal Sonic. Shadow en Sonic. En oké. Na evenement. En daar gaan we beginnen. 4x100 meter estafette in het Olympisch Stadion. Oké. Dit is echt een heel bijzonder pro-team. Want we hebben hier heel veel records mee gezet. Maar Mr. X was er niet bij. We hadden Yoshi daar in plaats van. Ja. Ook een hele lange special. En daar gaan we. Ik hou de tijd erbij. Daar komt Jara aan en hij geeft het stortje door. We staan eerste. Daar komt hij en het stortje wordt gegeven. Nog steeds eerste. Daar komt hij. En het stortje wordt weer gegeven. Eerste. En daar is de finish. En hier ziet u het. Eerste met het team. Hier is het verschil. Oké. En dit was de 4x100. En dan komen we nu met het schermen. Ja, een even korte samenvatting. We hadden niet veel tijd meer. Want boven de 15 minuten moeten we geld betalen. Ja. Maar Sjoerd heeft gewonnen met schermen de eerste ronde van Waluigi. Met 10-6. Dus de finale komt hij natuurlijk wel te zien. Alleen tegen Blaze, en dat is best lastig. Ja, alleen en daar gaan we beginnen. Allee. En 1-0. 1-1. Kom op, Mr. X. Kom op, Mr. X. Kom op, Mr. X. Kom op, Mr. X. Moedig maar mee aan als je thuis zit. Als hij wint, ligt het aan jullie als jullie hem aanmoedigen. Voor Mr. X. En nou wordt het oppassen. En ja. Ja. 10-7 en finish. En we zijn gewonnen. Sjoerd als Mr. X heeft het schermen gewonnen. Oké. En dankzij jullie.